missen, toen miste ik 100 euro. En nu tel ik het na, vandaag, en ik mis nu 150 euro. Heb jij iets laat gehad? Nee. Dat is toch raar? Ik mag het niet hardop zeggen, maar sinds Sally hier werkt, zo werkt hij het kortst, klopt die kas gewoon niet meer. Sjoerd. Sjoerd? Ik heb hem de sleutel gegeven. Je had weg moeten gaan toen je er zou binnenkomen. Maar je bent gewoon blijven zitten. Volgens mij is dit genoeg voor een verbaal. Dit komt voor de rechter. Meneer Brandt, ik heb u verteld hoe het werkt met een contactverbod. Ik heb haar niet opgezocht. Het is hoe dan ook aan u om contact te vermijden. Dit is absurd. Absurd. Ik ben bereid deze keer door de vingers te zien, maar ik verzoek u om nu weg te gaan. Wordt hij nu niet gearresteerd? Dit is niet jouw schuld. Want niet iedereen met Lieses verdriet gaat meteen aan de drugs. Het is gewoon zijn eigen keuze. Het is ook zijn eigen keuze om ermee te stoppen. En Anton, die weet niet dat ik hem heb geholpen met die kamer in de roze boom. En dat wou ik ook graag zo houden. Ja. Dank je. Kom maar. Ja. Hoe denk je dat het is voor Nora later? Als ze hoort dat haar moeder ervoor heeft gezorgd dat haar vader haar nooit mag zien. Of ga je doodzwijgen en zelf de leuke papa uithangen? Nee. Natuurlijk niet, en dat weet jij ook. Nou, laat ons dan nu voor eens en voor altijd de regelen, alsjeblieft. Jij bent alles voor Nina. Praat haar het contactverbod uit haar hoofd. Nee. Maar ik laat dit aan haar over. Ik dacht dat jij weer de bal had, man. Dit heeft toch niks met ballen te maken? Ja, ik vind dat jij nog een kans verdient, maar als ik moet kiezen tussen jou en haar, dan kies ik voor haar. Je had in mijn geval hetzelfde gedaan. Dat klinkt als een gezonde verstandhouding. Nina bepaalt wat er gebeurt en je loopt als een hondje achter haar aan. Ben je boos? Wat moet ik je verwijten? Dat je te lief bent? Maar beloof mij één ding. Kom voortaan eerst naar mij toe voordat je zulke moeilijke beslissingen neemt. Ja. Zo. Alsjeblieft. Oh ja, dankjewel. Yep. Doeg. Doeg. Ik sta hier voor een gesloten deur. Misschien realiseert hij zich dan eindelijk dat dit niet zo langer door kan gaan. Het is gelukt. Mike is officieel aangeklaagd. Wat? Niks. Geen gedoe meer. Ik zeg toch niks? Je keek. Oh, mag dat ook al niet meer? Jawel. Alleen als je naar mij kijkt. Nou, kom op. Eerst moet je eindelijk verlost zijn van die vent. Ja, met mij, Mike. Het is zover. Ik ga je aan het werk zetten. Rechtszaak tegen Nina Sanders. Ja, hart tegen hart.